Het is de week van de toegankelijkheid. Maar wat bedoelen we precies met toegankelijkheid? En waarom is een speciale week rond dit thema belangrijk? Dat wordt duidelijk in de gesprekken die Corné Kremers had op verzoek van de stichting Toegankelijk Land van Kuik. Stichting Toegankelijk Land van Kuik bestaat sinds juli dit jaar, maar in onze gemeente hebben we nog altijd de 5 losse platforms in de voormalige gemeente. Dus eentje van is platform Gehandicapt Mil. Guus Fontijn en Henk Kuppen aan tafel. Guus, maar je hebt ook betrokken bij de nieuwe stichting Toegankelijk Land van Kuik, hè? Ja. Waarom is die opgericht? Ja. Omdat de gemeente Mil opgeheven, alle gemeentes zijn opgeheven, het nieuwe Land van Kuik gemeente. En daar moesten wij ook op aansluiten, omdat wij richting de gemeente ook adviseren. En ja, dan kun je niet bij het oude blijven hangen. En ook in verband met subsidies, met allerlei andere zaken, was het nodig om een stichting toegankelijkheid, ja. Land van Kuik op te richten. Ja, een overkoepelende. De overkoepelende. Ja, maar de lokale platforms blijven ook. Ja, dat is iets geweest waar wij helemaal voor gegaan zijn. En gelukkig was ook dat de gemeente, dat ze zeiden, we vinden dat belangrijk, dat in de kernen, in de diverse oude gemeentes, ja. Dat daar de activiteiten worden voortgezet. Want anders krijg je dadelijk de naam Land van Kuik en dan hangt er niks meer onder. Nee. De basis moet in de oude gemeentes liggen. Ja, hoe belangrijk is zo'n lokaal platform, hè? Ja, het is erg belangrijk omdat er toch in bijna alle gemeentes, of overal waar mensen zijn die met een bepaalde beperking toch problemen hebben met hoe komt men ergens binnen, maar ook hoe is het binnen, ja. Kan men nog daar zichzelf verplaatsen of bereiken waar men wil, denk bijvoorbeeld ook aan toiletten, ja. En dat soort zaken meer, maar vaak ook voor mensen dus met beperkingen die problemen hebben met opstapjes, met ongelijke vloeren en dat soort zaken meer, ja. Spreek me niet over trappen. En zeker niet over liften, wat daarmee mis kan gaan. Dus ja. Wat dat betreft is het. Ja. Dat is echt helemaal jouw ding, hè? Die toegankelijkheid van, maar ook de uitgankelijkheid, geloof ik. Ja. Met name uitgankelijkheid. Ja. Kijk, er zijn heel veel organisaties die wel zorgen dat de mensen binnenkomen. Ja. Als ze dat binnen hebben, dan is het in één keer is het over. Ja. Maar dan gebeurt er iets. De stroom valt uit. Er komt brand, om het ergens geval te noemen. Ja. Maar dan is het toch wel prettig dat de mensen er nog op een goede manier en gezond buiten komen. Ja. En voor mensen die normaal goed op één zijn, is dat vaak niet zo'n probleem. Hm. Hoewel, dat ze elkaar verdringen, verdrukken en ook dat soort problemen. Maar met name dus de mensen met een beperking, denk aan rolstoelen of mensen die al met een rollator lopen. Ja. Om die op een nette manier en op een goede manier buiten te laten komen. Ja. Dat is toch een probleem. En zeker als ze op de verdiepingen zitten. Ja. Dat komt met trappen en dat soort zaken. Want vaak met dat soort situaties vallen de liften uit. Ja. Hoe kom je dan ook buiten? Dat is, waar komt jouw drive vandaan om jezelf in te zetten bij platform Gehandicapten Mil? Hoe ben je daarin verzeild gegaan? Ja. Eigenlijk omdat ik voor mijn werk veel met mensen met problemen heb gehad of heb leren kennen. Mm-hmm. Met name in het bedrijfsleven waar ik met ongevallen en dat soort zaken heb. Ik ben benoemd voor veiligheidskundige. Mm-hmm. En daar ben ik dus veel in aanraking gekomen met problemen die daar spelen. Mm-hmm. En dat vanzelf trek je dan naar anderen. Ja. Natuurlijk als je dus in gebouwen komt waar je dus nieuw bent, dan kijk je toch eens om je heen van hoe is het hier, hoe zit het daar. Ja. Nou, en dat heeft me dus eigenlijk geleid tot het feit dat ik met name daarmee binnen onze eigen groep ben specialiseren eigenlijk niet, maar toch ben gaan profileren, ja. Om te kijken van hoe kunnen we dat voor instellingen of voor gebouwen of voor gebouwbeheerders hulpzaam zijn om voor dat soort zaken. Want dat was op dat moment eigenlijk nog helemaal niet in het platform Gehandicapten Mil, zeg maar. Iemand die zich daar echt zo intensief mee bezig hield als jij. Nee, vanaf het begin dat ik binnen ben gekomen in het platform, was dat toch alleen degene waar ik me meest in geïnteresseerd. Ook voor mijn achtergrond, dus als veiligheidskundige, dat je dus weet van hoe de zaken in elkaar spelen. Ja. En een klein beetje van de wetgeving, bouwbesluit en brandweerwetgeving en dat soort zaken op de hoogte was. Ja. Dan zeg je, daar kunnen we toch iets mee doen. Ja. En jij Guus, want je bent nu voorzitter van platform Gehandicapten Mil, in ieder geval penningmeester bij Toegankelijk Land van Kuik. Hoe ben je zelf verzeild geraakt in dit platform? Ja, eigenlijk door de activiteiten voor ouderen. Wij zijn ooit begonnen met stichting
ouderbeleid regelen in Mil. Mm-hmm. Toen zijn we actief geworden met een hele hoop mensen die daar actief waren in de SWOM, Stichting Welzijn Ouderen, die, zoals dat heet. Mm-hmm. En dan merk je gewoon dat die groep, daar zijn we met toch redelijk veel vrijwilligers en dat we dingen kunnen regelen. En onder andere door Henk, want Henk die ken ik al heel lang, mm-hmm. Die ons elke keer met het neus op de feiten drukte van ja, als je het goed regelt voor iemand die een fysieke of een lichaam, een andere beperking heeft, dan heb je het eigenlijk voor iedereen goed geregeld. Dus als we en dat geldt voor binnenkomen, voor buitenkomen, veiligheid in huis. Want we hebben heel veel gedaan in de tijd ook met veiligheid in huis. Als mensen langer thuis zouden blijven wonen. En zo ben ik erin gerold. En toen is er op een bepaald moment gevraagd om erbij gaan te zitten. Ja. Toen zijn er een paar mensen overleden. Dan neem je die taak over, want je vindt dat intussen heel belangrijk. Ja. Ja, maar van tevoren, had je er ooit over nagedacht, over toegankelijkheid van? Ik wil dat heel eerlijk zeggen. Ik zeg dat ook elke keer tegen andere mensen. Ik heb een professioneel leven achter de rug met alles wat dingen moest regelen, vastleggen in wetgeving enzovoort. Ja. En ik besefte zelf al die tijd niet hoe het was om in een rolstoel te zitten, om blind te zijn, om slechthorend te zijn en hoe het dan is om te functioneren. En dan hebben we het ook nog over andere dingen. Als jij gehandicapt bent op een bepaalde manier, ook in de zin van dat je je competenties minder zijn. Ja. Wat moet dat betekenen om aan het werk te komen en aan het werk te blijven? En ja, eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt, rolstoelwandelingen mee organiseren, ja. Allerlei leuke dingen doen, maar daarnaast ook meer de structurele dingen proberen te doen. Maar dan ligt er eigenlijk toch nog een hele schone taak voor veel platforms om, als je zelf zegt, ik kom uit die wereld, uit die actieve wereld op het gebied van werk, ja, dan ligt er eigenlijk nog heel veel werk om juist bij jouw voorgaande baan, zeg maar, dat onder de aandacht te brengen. De bewustwording bij professionals, ja. Bij gemeentes, ambtenaren, om altijd na te denken bij het begin van een proces. Wat betekent dat voor de mensen die fysiek beperkt zijn of op een andere wijze beperkt zijn? En kunnen we die ook op een goede manier? En dan kom je tot de ontdekking, en schrikbarende ontdekking, dat ook in dorpen, bijvoorbeeld met trottoirs, dat die geblokkeerd zijn, op allerlei manieren, hoe is het in godsnaam mogelijk? Dus wij hebben niet alleen een opdracht om hele concrete dingen proberen te doen, maar ook om een stuk bewustwording op gang te brengen en bij de mensen die beslissen. Ja. Dus de beslissers in het Land van Kuik, in de gemeenteraad, de ambtenaren, de politici, daar moeten we echt in de komende tijd flink ons energie op werpen. Ja. En heb je daar verbeteringen gezien, Henk, in al die jaren dat je actief bent, dat mensen sneller denken aan toegankelijkheid? Ja, inderdaad. Het is zelfs zo dat bijvoorbeeld wat wij gedaan hebben, een aantal bedrijven, maar ook horeca bezocht hebben, en dan te vertellen of te kijken waar de problemen lagen, dat achteraf de mensen, de kasteleins, kwamen, als we nu straks gaan verbouwen, hoe kunnen we dan met bepaalde zaken rekening houden? Ja. En dan zeg je, dan weet je dus dat er inderdaad wat mee gedaan wordt. Ja. En dan, dat trekt ons weer dat je dus de volgende keer toch weer met nieuwe energie er naartoe gaat. Guus zei net al, thuis, bij de mensen thuis ook wel, want wat je zegt, toegankelijkheid, denk je vaak aan openbare gebouwen, gemeentehuizen, gemeenschapsaccommodaties, winkels, horeca. Maar thuis, hoe zit het thuis dan? Wat hebben jullie gedaan voor thuissituaties? Een heel simpel voorbeeld is van wat je thuis kan doen, is bijvoorbeeld een lampje plaatsen op een overloper van een auto, dat op batterijen werkt, dus dat je nooit van de stroom afhankelijk bent, waar dus een bewegingsmelder op zit, op het moment dat je een deur openmaakt, dat dan het licht gaat branden, dat je meteen ziet waar de trap is, dat soort zaken meer. Dat is een simpel dingetje waar je dus heel gemakkelijk voor een paar centen kan kopen in de doe-het-zelf winkel. En dat zijn echt praktische dingen. Ja. Een andere zaak is ook, en dat is als je s'avonds in het donker of het wat later is rondfiets, en dan zie je alle luiken en alle deuren met de rolluiken gesloten zijn. Nou, als daar een keer iets gebeurt en ze moeten er vlug uit, of zelfs ze moeten dus hulp van buiten krijgen, ze komen er gewoon niet meer in. Ja. Mensen, laat ook alsjeblieft minimaal één deur helemaal vrij, dat men erin kan als het nodig is. Ja.
Maar dat soort dingen, ja, dat breng je dan vanuit het platform. Ja, maar dat is eigenlijk voor iedereen toch erg belangrijk. Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad. Maar het is ook als je zegt van met nieuwbouw, dat soort zaken, dat ook de architecten daar geen rekening mee houden, dat vind ik nog veel erger. Dat is gewoon, een gebouw moet er mooi uitzien, het moet van alle kanten, maar doelmatigheid wordt nauwelijks naar gekeken. Ja. Nauwelijks, dat is misschien wat overdreven, maar het komt er, ja. Als je later in het gebouw komt, zeg je, jongens, hadden we dat of is het? Dat is eigenlijk te gek dat met name dus de architecten en de constructeurs daar geen rekening mee houden dat men er op een nette manier in en uit kan, al dan niet met welke beperking dan ook. Ja. Je was hiervoor actief ook, Guus, in de oudere wereld, hè, bij Welzijn Ouderen Middel en zo. Zitten daar ook raakvlakken in? Want op een gegeven moment, door ouderdom kun je natuurlijk ook met beperkingen komen. Precies. Maar wordt dat dan weer op een andere manier gezien of wordt dat eigenlijk... Nee hoor, ik denk dat juist ook omdat in de vrijwilligers bij die organisatie, dus Welzijn Ouderen, dat die ook daar heel goed zich van bewust zijn en dat naar de toekomst toe, daar iets, maar je moet er wel elke keer weer opnieuw over beginnen. Ja. Want iemand die nog met een rollator kan lopen, die denkt niet meer nog niet na wat gebeurt er als ik in een rolstoel zit. Ja. Dus, maar iemand die nog goed ter been is, die moet ook als ik een rollator. Ik zie in Mil heel veel mensen met een rollator lopen. En als ik dan kijk, dan zie ik en ik zie ze van het bejaardentehuis, noem ik het maar even, naar Millesweert lopen. Ja. Dat nu de trottoirs vrij zijn. Dat ze gewoon die route kunnen lopen zonder dat er auto's geparkeerd staan. Dat maakt me ook blij. Ja, ja, dat soort dingen, daar moeten we voor blijven aandacht vragen. Knokken vind ik een groot woord, maar aandacht vragen om dat te realiseren. Maar bij de oudere organisaties denk ik dat het besef steeds meer ook doorklinkt, zowel binnen huis, in eigen huis, als wel in het openbare leven, dat heel belangrijk is, juist voor hun leden, als ik KBO's, die worden steeds ouder en steeds gebrekkiger. Ja. En daar is het dus heel belangrijk voor. Zo'n week van de toegankelijkheid, Henk, ik kan me voorstellen dat dan het erg belangrijk is. Eén keer per jaar, zo'n week van de toegankelijkheid, dat je voldoende afval hebt om daar de aandacht op te vestigen. Dat zou kunnen als we de gelegenheid krijgen om wat meer in de openbaarheid te treden, om het zo maar te noemen, of bij bepaalde organisaties. Ja, eens een keer te laten zien of laten vertellen van hoe het wel en hoe het niet zou moeten, dat zou erg goed zijn. Ja. Wat dat betreft hebben we natuurlijk wel goed contact ook met KBO en dat soort zaken, waar we dus dat wel kunnen. Maar het zou ook leuk zijn dat bijvoorbeeld bij een ondernemersvereniging of zo ook daar wat meer aandacht aan besteed zou worden. Dus ik hoor eigenlijk ook een uitnodiging dat je zegt van als mensen er meer over willen weten, laat ze maar wel zeggen. Dan kom ik graag erover vertellen. Graag. Ja. Dit jaar is het thema sociale toegankelijkheid. Wat is voor jou sociale toegankelijkheid, Guus? Ja, welkom, hè. Dat iedereen welkom is. Dat is niet een vanzelfsprekendheid, Corné. Als mensen die een handicap hebben en dat het zichtbaar is, ook met name als het gaat om een mentale handicap, jongeren met het syndroom van Down, die zijn niet altijd zo welkom. En in die zin is het zo van dat je zegt, alle activiteiten die daarop gericht zijn, dat dan wel is. En er zijn ook ontzettend veel positieve dingen daarover te vertellen. Als ik kijk naar de carnavalsverenigingen, hoeveel die doen, juist ook voor kinderen met een handicap, die ook allerlei activiteiten daarvoor organiseren, dan is het niet zo dat wij alles moeten doen, maar dat we moeten helpen en moeten stimuleren en die mensen ook moeten prijzen dat ze die activiteiten doen. In Mil is bijvoorbeeld de als voorbereiding en allerlei iedereen is welkom. En dat is denk ik de kern, dat het iedereen moet welkom zijn, wat er ook zijn fysieke of andere beperking zou moeten zijn. En sociaal, toegankelijkheid van ook bijvoorbeeld van internet, alles wat te maken heeft met toegankelijkheid van schrijvende dingen. Want niet iedereen kan lezen. Ja. Niet iedereen kan goed begrijpen wat er in die tekst staat. En als daar we nog een paar stappen kunnen maken, dan is dat heel belangrijk. En dat het nu een beetje aandacht krijgt. Ja. Ik heb dan in het vorige gesprek ook gevraagd, Henk, van waar hoop je over 10 jaar, als je nog al die jaren in blijft zetten, waar hoop je over 10 jaar te zijn in de wereld van de toegankelijkheid? Dat je zegt van, dat hebben we goed geregeld.
zo ideaal zijn als wij niet meer nodig zouden zijn. Maar dat is een utopie. We hoeven niet te vervakken worden. Ja, dat zou geweldig zijn. Dat is heel mooi. Laatste vraag, Guus. Je bent penningmeester van de stichting Toegankelijk Land voor Kuip. Maar waar bestaat de stichting eigenlijk van? Waarom komt het? Ja, wij krijgen, als het goed is, dat moet allemaal nog gebeuren, maar een subsidie van de gemeente. Dat is elke keer ook in feite toegezegd. En op basis van de oude stichtingen die er waren, daar gaan we op verder varen. Maar ja, we zitten wel met een probleem dat wij zijn als vijf, iedereen heeft ons kunnen bekijken. En wij behoren schijnbaar voor de banken en voor de Nederlandse overheid, behoren wij tot tot een groep van groep die witwassen en financiering doet van terrorisme. Want we hebben nog geen banknummer gekregen. Okay. We hebben alles gegeven wat we, paspoort, kopieën, alles. Al de mensen van ons die zijn al jarenlang actief en hebben vaak ook al lang een bankrekening. En we liggen op een stapel. En we komen nog wel een keer aan de beurt. Ja. En ja, dit is toch wel ook een belediging, hè, ten opzichte van, als ik nou kijk, hij zet het ons in. En dan krijg je te horen van, ik geef u gelijk, u hebt gelijk. Maar de overheid, de banken, de Nederlandse bank. En ik kom op een stapel liggen. En dan snap ik het niet, Corné. Ik wil niet veel zeggen, maar Henk en al die andere mensen die geïnterviewd zijn, dat lijken mij nou niet mensen die zich bezighouden met terrorisme en met zwart geld transacties. Het strafblad kwam ook niet binnen met kogels aan de precies. En zo, hè. Dus ik hoop dat daar moeten ze toch iets aan gaan doen. Want nee, maar het is wel ernstig, want ik heb ook gehoord dat verenigingen van eigenaren, dus dat is een appartementsgebouw of wat dan ook, of een nieuwe vereniging of stichting, die krijgen hetzelfde als wij. Dus daar zit ook nog wel, dat is ook wel een soort van sociale toegankelijkheid die verbeterd wordt. Precies, dat zou hartstikke mooi zijn als ze bij de Rabobank en alle andere banken en bij de Nederlandse staat wakker worden. Dankjewel. Meer weten? Bekijk dan ook de andere interviews over de Week van de Toegankelijkheid. Via Omroep Land van Kuik.